30.000 liefhebbers zijn naar Tilburg gekomen voor een rockfestival. Alle grootheden van de zogenaamde heavy metal treden erop. Maar het bier dat er wordt geschonken is licht. 2,5% alcohol. De afgelopen 15 jaar hebben de hardrockers al heel wat muziekstromingen zien komen en gaan. Hun muziek is gebleven. De idolen dragen ze mee. Op het jack of op de arm. Uit heel Europa waren ze gekomen voor de grote Kiss, David Lee Roth en Iron Maiden. Ik denk dat hard rock een soort meer saamhorigheidsgevoel hebben. Ze komen een beetje hard over, maar het zijn in feite gewoon toffe gasten. Blikjes lieten ze zich bij de ingang gewillig afnemen. Net als messen, de patroongordels die als centuur worden gebruikt en de armbanden met te lange spijkers. Het Willem II-stadion voor één zondag een gigantische rocktempel. De eerste geluidswal wierp Anthrax op. Het bier had een laag alcoholpercentage om de meute enigszins in toom te houden. Dat lukte, zelfs bij de topattractie Kiss. Volgens de politie was het tot nu toe ontstellend rustig. Wel werden 6 zakkenrollers gearresteerd. En de EHBO kon het makkelijk aan.